en Suzy. Welkom in de Sorry Not Sorry machine. Het genre sorry zeggen is meer een format geworden dan dat het echt gemeente excuses is. Dus wij dachten, waarom zouden daar niet in geaccommodeerd kunnen worden? Dus als maker probeer ik op een ludieke wijze nieuwe inzichten aan mensen te bieden. Vaak juist door het te laten ervaren. Dus als een Japanse stijl arcade sorry leren zeggen zonder dat je dat echt hoeft te menen. Jij hoeft alleen nog maar de woorden uit te spreken en ja, zet daar. Deze video maken is zo moeilijk. Dit is zo zwaar. Het zwaarste wat ik ooit had moeten doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen die sorry zeggen niet de situatie verdraaien. Dus bijvoorbeeld, ik denk nu terug aan Grapperhaus die dan eigenlijk niet echt sorry zijn, maar een beetje omheen draaiden. En ik vind dat het wel belangrijk is dat ze straight to the point zijn en zeggen van, er is een pandemie, ik heb een fout gemaakt en het spijt me, want zo moeilijk is dat niet. We willen in deze installatie onderzoeken wat echt een goede excuusvideo maakt, hoe die eruit ziet, zonder dat je eigenlijk er echt iets bij hoeft te voelen. Omdat je de juiste trucs gebruikt, volgt eigenlijk een hele geloofwaardige excuusvideo uit, zonder dat je daar per se emotioneel in geïnvesteerd bent. En tegelijkertijd zien we wel mensen die tranen laten, die tissues pakken, dus die heel geloofwaardig doen alsof ze spijt hebben, maar eigenlijk helemaal geen spijt voelen. Vol die spijt, de woede naar je eigen tekortkomingen, zet je emotiekracht bij met een traan. Ik heb heel vaak het gevoel dat als een sorry te snel komt, dat het een soort van weglopen ervan is of dat het nog veel te veel opborrelt of zo. Het is funny, want sorry is zo best wel een stopwoord voor mij geworden en het is grappig om zo dan in te leven in andere sorry's of ze wel stil te staan. De sorry video is natuurlijk toch iets publieks, hè? De reflectie dat je iets gedaan hebt wat onhandig is, mag je wel vertellen. Maar om daar dan grote woorden aan te hangen, dat gaat me iets te ver. Ik heb echt enorme spijt van alle leed wat ik heb aangedaan bij gezinnen en kinderen. Het is wel grappig dat ik hier een soort verplicht werd om woorden te gebruiken die ik normaal niet zou gebruiken. De waarde vermindert eigenlijk, hè? Dus ja, en aan de oprechtheid valt vaak te twijfelen. Sorry naar mijn vrienden bij MTV. Maar goed, ik ben blij voor Taylor. Ze is super getalenteerd. Ik vind het heel interessant dat mensen genoeg zijn getriggerd door de omgeving, door alles wat ze hier eerst lezen, dan binnenstappen. Ik was echt positief verrast dat alle leeftijdsgroepen en doelgroepen daarin meegaan. Die energie die daaruit komt, dat vind ik heel, heel fijn.